hele goede morgen, of eigenlijk goedemiddag. We hebben vandaag de kerstboom een beetje opgeruimd, een soort van. De laatste onderdelen liggen er nog. En we hebben ons even heel snel omgekleed. Want wij gaan vandaag samen naar de première van Bad Boys. En zoals altijd zijn we nooit voorbereid met onze outfits. Maar jij ziet er echt goed uit. Ik heb echt zo snel iets bij elkaar geraapt. En toevallig past het bij het thema. En Nessie heeft een Tommy Hilfiger sweater aan. Je moet wel een outfit filmen. Ja, oké. Stop. Ja, dat was het. En dit is mijn outfit. Wil je mij ook filmen dat? Goed. En dit is mijn... Let niet op onze achtergrond. Nou. Oh, ik zie mezelf niet. Oh. Dit is mijn outfit. Nou, jongens. Ik weet niet of het zo beter zien, maar dit is dus mijn outfit. Ik ben gewoon helemaal zwart. En ik heb ook nog mijn nieuwe hakken aan. Deze heb ik gescoord bij ASOS. Ik vond deze echt zo leuk. Wat is dat? Oh ja, en ik heb echt zo'n heel leuke pantalon aan. Met zo'n... Oeh, dat is moeilijk. Met zo'n spleetje van onder. Nou, we gaan het uitproberen, jongens. Dit zijn Fat Boys. Fat Boys. Fat Boys. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Hallo mensen, daar zijn we weer. We hebben net Bad Boys gekeken. Het was echt leuk, Nes. Hij was gruwelijk. Ja, en weet je wat grappig is? Want ik hou eigenlijk niet zoveel actiefilms. Maar deze heeft ook echt heel veel humor, hè? Ja, man. Dus ik heb ook gewoon doodgelachen. En dat had ik dus echt niet verwacht bij deze film. Maar ik vond het echt heel erg leuk. En wij gaan nu lekker... Dankjewel, Universal, voor de uitnodiging. Wij gaan nu lekker eten zoeken. We hebben trek. Gewoon hier. Guys, ik ben even naar onze foto's aan het kijken. En ik heb dit besteld bij Meram. Lekker een zalmsalade. Lekker. Heb je het kebab geschreven? Nee. We ride together, we die together. Slijmbal. Jezus. Hij is gewoon de hele dag al gemeen tegen mij. Helemaal niet. Wel. Ik gunde mij mijn mantel niet. Dan moest ik zalmsalade eten voor jou. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. En ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar ik heb mijn haar echt zo'n stuk geknipt. Gewoon helemaal zelf gedaan. Ik was echt zo bang dat ik het had verpest. Maar het is alweer een week nadat ik het heb geknipt. En ik vind het echt gewoon een dikke prima. Mijn haar was gewoon, ja, eigenlijk bijna helemaal afgebroken. Het was helemaal dood. Er zat geen leven in. Maskers hielpen niet meer. En toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon knippen. Ga ik helemaal opnieuw beginnen. Ik ga lekker vitamine slikken. Ik ga lekker maskers gebruiken. Ik ga Olaplex gebruiken. Ik ga voor alles gebruiken. Gewoon alle beste producten van mijn haar. En ik begin gewoon weer opnieuw. Dus ik heb eigenlijk al het stuk eraf geknipt dat helemaal dood was. Waar gewoon geen leven meer in zat. Heb ik wel echt een stuk korter haar. Maar ja. Normaal gesproken, als ik mijn haar zo kort zou knippen, echt vroeger, zou ik echt keihard huilen. Maar nu denk ik, ik ga gewoon lekker voor gezond haar. Dat vind ik veel belangrijker dan lang haar. Dus dat een beetje. Ik heb me net even omgekleed. Ik heb mijn make-up gedaan. Mijn haar even snel gedaan. Ik heb een heel leuk outfitje aan. Ik heb een jurkje van de Zara. Van een nieuwe collectie. Ik vind hem echt heel erg leuk. Hij is echt lekker wijd. Je kan het ook met zo'n riempje dragen. Maar ik vond het eigenlijk wel leuk. En ik heb er, ik weet niet of je het kan zien. Ik heb mijn Ovenie laarzen onder. Ik zet de camera weer even hier neer. Dan kun je het beter zien. Kijk, dit is mijn outfitje. En ik heb vandaag een afspraak in Amsterdam. Dus daar ga ik nu even snel naartoe. Ik ga even bij de tankstop om ontbijt te scoren. En daarna ga ik gewoon gelijk doorrijden. Zo, ik heb dus net getankt en ontbijt gehaald. Wil je helemaal vergeten te vertellen dat ik vandaag in school voor het eerst weer nepwimpers op heb. Echt heel erg natuurlijk, zeg maar. Dan ga je nu maar vast weer uitleggen. Oh, natuurlijk, helemaal niet natuurlijk. Maar ik vind het natuurlijk. Ik ga nu even naar Amsterdam. Ik heb afgesproken met Lisette daar. We gaan even shooten in Amsterdam. Dus ik heb ook echt mijn trolley mee. Daar heb ik allemaal outfits in. En dan gaan we gewoon even een dagje lekker shooten. Als jullie weten heb ik afgelopen maand echt bijna niks geplaatst. Zowel op YouTube als op Instagram. En dan ga ik even vandaag verandering aanbrengen. Want het kan echt niet meer. Ik heb echt letterlijk volgens mij één foto of zo geplaatst de hele maand.
En ja, als het je werk is, moet je wel even wat meer moeite doen. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. Elisette gaat me daarbij helpen. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En ik hoop dat de foto's echt mooi worden. Alleen ik heb echt outfits meer die echt fucking koud zijn. Maar het zijn wel outfits die ik allemaal net heb gekocht van de Zara en zo. Dus die wil ik wel heel graag aandoen. Dus ja, dat is een beetje de planning. Ik ga even ontbijten in mijn auto en dan zie ik jullie in Amsterdam weer. Ik ben aangekomen in Amsterdam. En ik heb maar geparkeerd bij een Q-park, want ik kan mezelf wel moeilijk maken. En het gaat mopperen dat ik geen parkeerplek vind bij de grachten en bladibla. Maar deze meid heeft gewoon lekker een Q-park gevonden. Ik ga hier lekker staan en nu ga ik even Lisette zoeken. Met mijn trolley. Zo, net klaar met shooten met Lisette. We hebben alles echt in een uurtje gedaan, of zo anderhalf uur max. Dus het ging echt heel goed. Ik heb nu echt heel erg warm gekregen. Dus ik heb mijn jas uitgedaan. Ik heb nu een topje aan. Maar ik doe even wel stoelverwarming aan hier. Ja, dat ging wel goed. Ik ben heel erg blij met mijn foto's. Ik heb voor anderhalf uur of een uurtje. Anderhalf uur denk ik. Twee uur. Heb ik 18 euro betaald. In Amsterdam. Weer snel terug naar Rotterdam. Want Nessim is nu thuis als het goed is. En dan ga ik ook even heel snel naar de zonnebank. Want ik wil heel graag bruin worden voordat ik naar Bali ga. Want jullie zien nu dat ik bruin ben. Maar dat is gewoon self-tanner. Dus ik moet echt even onder de zonnebank. Anders ga ik echt dood verbranden daar. Met mijn lichte huidskleur. Ik heb trouwens echt een mega schattige tasje gescoord bij Mango. Want ik ging daar mijn outfit gewoon even... even wisselen. Toen heb ik daar een tasje gescoord. Ik laat jullie straks even zien. Het lijkt een beetje op een tasje van die Bottega Veneta. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken, het merk. Maar het lijkt daar dus op. En ik heb hem alleen voor 15 euro. Dus ik laat jullie zo even zien. Ik was dus hier in de buurt geparkeerd. We hebben hier echt letterlijk allemaal in de buurt foto's gemaakt. Je hebt echt heel mooie gebouwen hier. Ik ben nu weer even bij de tank gestopt om een snackje te halen. Ik hoop dat ze hier wat gezonds hebben. Volgens mij hebben ze hier best wel veel. Want als ik naar Amsterdam ga en dan weer naar Rotterdam ga rijden, hebben ze altijd wel een goede tank. En ze hebben Starbucks. Dus ik kan ook lekker een cappuccino halen met amandelmelk. Daar heb ik ook echt veel zin in. Vanavond komen er dus mensen bij ons thuis om ons huis te beveiligen. Daar heb ik echt heel, heel veel zin in. We hebben al een camera zo rondhangen. Dat is echt iets wat ik al heel lang wil doen. Ik wil echt gewoon mijn hele huis beveiligen. Ik wil overal camera's. Dat wil ik echt. En we gaan eigenlijk al binnenkort verhuizen. Maar ik wil dit huis al. En dan neem ik alles daarna mee. Want ik had even gegoogeld of het kon. Maar je kan alles dus gewoon meenemen naar het volgende huis. Dus dat is wat wij gaan doen. Ik heb een lekkere cappuccino gehaald met amandelmelk. En dat is het enige wat ik heb gehaald. Ik ga gewoon lekker thuis eten. Een vrouw die bij Starbucks werkt, die herkende mij. En ze zei van, ja, jouw man komt hier ook vaker. Maar ze hebben zijn lievelingssnack, hebben ze nu weggehaald. Want hij haalt hier dus altijd bananencake. Maar die is er dus niet meer. Zij gaat echt balen. Hey, ik ben thuis aangekomen. Ik wil je even laten zien dat ik vandaag weer mijn alsas aan heb. En ik vind ze echt zo chill. Ik ben zo blij dat ik ze heb gehaald. Ik heb dus die met de hak. Echt zo chill. Ze lopen zo fijn. Maar ik moet ze nog wel een beetje inlopen. Want ze zijn echt gewoon splinternieuw. En ik heb weer voor de verandering mijn Louis-tas aan. Om, draag mijn Louis-tas. Ik weet niet hoe je het zegt. Dag. Schatjes, is jullie voer op? Is jullie voer op, schatje? Hi Lira, hi lieverd. Niet tevreden met een tatty, nee. Ik wil een wifi in mijn leven die mijn lobby geeft. Ook al ben ik locked up for long time met Gucci Mane. Zij is die bad bitch in mijn leven, zij maakt het compleet. Ik zal niet roepen als je weg wil. Andere niggas zijn alles, maar ik ben echt stil. Ik ben niet van alles, baby, ik ben echt pil. Ik ben net thuis en ik wil gewoon gelijk aan de slag. Ik ga gewoon gelijk een wasje draaien. Ah, is jouw muisje hier, Dinar? Deze was in onze slaapkamer. Blijkbaar heeft ze ermee gespeeld. Is jouw muisje hier, Dinar? Kom dan. Zien jullie haar? Lira pakt ook haar stuk. Zo, ik ben ook deze kleine plukjes onderaan helemaal zat. Echt niet normaal. Van die babyhaartjes die maar niet groeien. Die hè, die naar lief is die hè. Lief is die hè. De schoenen uit. Ik had nog niet gedweld. Dus maar ja, dat wil ik ook even allemaal doen vandaag. Gisteren had ik al alles stofzuigd. En ik wil vandaag weer helemaal even heel goed dweilen. Let niet op de troep achter. Trouwens, kijk, zien jullie dit hier?
Mijn kat heeft mijn bed gewoon helemaal gesloopt. Maar ja, het is wel een lekkere reden voor mij om een nieuw bed te halen in een volgend huis. Dit is mijn outfit voor vandaag. Ik had natuurlijk een heel ander outfit aan, maar ik heb mijn outfit lopen verwisselen. En ik heb nu dus zo'n topje aan van Weekday. En ik vind die echt heel fijn. En ik heb een mom jeans. En die is van de Bershka. En hij zit best wel fijn, een beetje strak bij mijn billen. Maar hij zit wel echt mooi eigenlijk. Ja, ik vind hem wel echt mooi. En ik vind die kleur ook echt gewoon perfect. Dus I love it. Hij, ja, mom jeans over het algemeen maak je figuur heel anders. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi. En ik zou eigenlijk nog voor een maatje groter gaan dan dit. Ik ga even kijken welke maat ik heb. Misschien ga ik nog even een grotere maat hiervan bestellen. Ik heb even gekeken voor jullie. En dit is een maatje 36. Ik snap ook niet waarom ik bij de Bershka maat 36 bestel. Want een 38 valt altijd mooier. En ze vallen daar al zo klein. Ik heb trouwens de sokken aan vandaag van Nessie. Dat was heel erg irritant met die alsas. Want je zag het heel op de foto. Ik heb net gedoucht. En mijn hele lichaam gescrubt. Volgens mij zit het echt heel goed. Even kijken. Kijk het verschil nu tussen mijn huidkleur. Ik heb mijn lichaam echt heel hard gescrubt. Zodat ik straks kan zonnen. Ik ga nu even mijn gezicht reinigen. Oh ja, voor de rest wil ik jullie dus echt een docu aanraden op Netflix. En dat is de docu over Aaron Hernandez. Of Aaron Hernandez. Dat is echt zo interessant. Ik had eerst een artikel gelezen, dus online. En toen ben ik dus de docu gaan kijken. En ik heb echt nog zoveel vragen of zo. Dat ik dus de hele tijd gewoon bleef googlen naar antwoorden en zo. Maar het is een heel interessante zaak. Jullie gaan me voor gek verklaren, want ik heb honger. En het enige waar ik zin in heb is een courgette. Dus ik heb gewoon een courgette gesneden. En ik ga dit gewoon even bakken in tomatensaus. En dan vind ik het dikke prima van vandaag. Om een beetje smaak te krijgen in mijn eten, even een rode uitjes erbij. Ik heb geen witte uitjes meer, dus dat maar rood. Een hele fucking courgette op. Zo, ik heb heerlijk gegeten. Ik heb even mijn make-up verwijderd en ik ga nu naar de zonnebank. Een hele goede avond. Ah, de vlog is back, bitches! Ik ben onder de zonnebank geweest. Yes. En daarna hadden we een afspraak, kwam er een man langs om even over de beveiliging van ons huis te praten. Alles wordt, mijn kont wordt beveiligd, mijn kont. We hebben letterlijk alles besteld, we hebben echt gekke shit. Ik krijg camera in mijn kont. gekke dingen waar ik nog nooit van heb gehoord. Dat hebben we allemaal besteld, gewoon met dikke schijt. En nu gaan wij lekker naar Elvanos. En dan gaan we lekker eten. Ik heb nu een bril op, want ik ging zo naar de zonnebank. En toen moest ik mijn lenzen uitdoen. En toen waren mijn lenzen op. En nu moet ik een bril op. Mag ik even reclame maken in jouw vlog? Van wat? Vanaf november ben ik in mijn theatertour bezig. Dan kunnen jullie kaartjes kopen om mijn theatershow te zien. Het is januari. Ja, in november pas. Goeie promo, jongens. Goeie promo, hè? Lekker, man. Tot november! Tot over een jaar. Daar gaan we weer, jongens. Voor de mensen die altijd vragen wat wij bestellen. Nou, rijst met bonen. Falafel. Is echt lekker hier. Tapula en Nessim slurp zijn linzensoep. Volgens Nessim is dit de beste soep ever. Ik wil even, mag ik even iets zeggen? Ik had vroeger heel veel met Turkse linzensoep en je hebt Arabische linzensoep. Ik vind Turkse linzensoep enorm lekker. Maar Arabische linzensoep, ik weet niet, man. Het is wel echt lekker, man. Sorry, hè, Turkestan.